Welkom bij weer een nieuwe Let's Play hier op mijn kanaal YaraskyPlays. Ik heb hier heel veel zin in, want we gaan vandaag beginnen aan ons avontuur in Resident Evil 4. Deze game is origineel uitgekomen in 2005, maar vandaag, in 2023, is de game van de grond af aan opgebouwd en opnieuw uitgebracht als een remake. Dus wat wij gaan doen, is we gaan de game van het begin tot het eind met z'n allen uitspelen. Dus heb je er nu zin in? Ram er natuurlijk keihard op like, dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en het belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven van elke nieuwe aflevering, welke elke dag online gaat komen. En ik wil ook een enorme shout-out doen naar Capcom en Play on Benelux voor het geven van een code van de game. En dan gaan we starten met het verhaal van Leon S. Kennedy. Dus als jullie er klaar voor zijn, dan ben ik er ook klaar voor. En dan gaan we van start. Dit ziet eruit als een of andere cult. En ze zijn een ritueel aan het uitvoeren. Maar... ik zeg... welkom bij Resident Evil 4. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. Night. I was asked later to join a top-secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. Dit zijn wij. Leon S. Kennedy. En we zitten in een voertuig van de politia. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? Chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Dat weten we. Daarom zijn we hier ook. Well, should be just another day in the office, right? Mm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. We zijn op de juiste locatie. Nature calls, hè? Huh? I'll be right back. En hij moet pissen. Serieus, je gaat in een bos waar letterlijk niemand is. Ga je even lopen pissen? You smoke? Ik vertrouw er helemaal niks van. En het is om een goede reden. Loopt hij nou in zijn eentje naar binnen toe? Ik weet dat het een politieagent is, maar ik zou niet in mijn eentje gaan ronddwalen als ik hem was. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Dankjewel man voor helemaal niks. Wij moeten nu de agent gaan zoeken. Maar we hebben geen idee waar die naartoe is gegaan. Chapter 1. We zijn officieel begonnen. Maar één ding is zeker. Er zijn hier mensen. Daar hangt heel veel prikkeldraad. Dus ik ga er rechts even langs lopen. We zagen wel dat hij hier door het hek heen was gegaan. Gadverdamme. Die leeft niet meer. En ze laat hem daar ook gewoon wegrotten, joh. Je hoort overal strontvliegen vliegen. Ik moet toch even aankloppen. Hallo? Anyone home? Gadverdamme man, je zou maar zo leven joh. Er is nog zo'n kruis, die zagen we net ook buiten al staan. Maar hier is de agent niet. De enige kant die op kan zijn gelopen is deze kant. Dus het is ook het meest logisch dat hij ergens in dit gebouw zit. Voor deze deur hebben we een sleutel nodig. Dus die zit op slot. En dat zijn allemaal beervallen. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí? Hij reageert niet eens op ons. Je zag wel dat zijn ogen rood waren. Maar je zou zeggen dat hij ons wel heeft opgemerkt. En daar is het kaartje van Mario. Ze hebben ons wel opgemerkt, maar daar is de sleutel van de deur. Zijn nek is gebroken, dus die leeft niet meer. Maar ze zijn dus niet vriendelijk, dat weten we wel, want Mario's kaarsje zat ook allemaal bloed. Godverdamme! Ik hou het allemaal goed in de gaten. Niet dat iemand ons staat op te wachten. En de sleutel kunnen we nu gebruiken. En op die manier is de deur dus voor ons open. Maar we gaan de kelder in. Dat is ook een dier. Dat is een mega grote rat. Maar dat doet ons allemaal niet zoveel. En daar is Mario. Zijn nek is doorgesneden. I read you. What's your situation? De andere agent die in de auto zat te wachten, die is dus ook aangevallen. Ons doel is nu om terug te gaan naar de auto. Maar we hebben 10 kogels in ons magazijn en we kunnen niet reloaden, maar... Hoe de fuck leeft hij nog? Ik wil niet heel veel zeggen, maar hij heeft zijn nek gebroken. Oh, jongens toch. Er is hier wel degelijk iets aan de hand. Nu weten we dat we in Spanje zijn, want ze zitten constant Spaans met elkaar te praten. Maar ik ben er niet zo blij mee dat ik nu al 4 kogels heb verpest. En ik hoor er nog meer. De enige kant die we op kunnen is deze kant op. Hij is hier naar binnen gegaan. Ik ga ook naar binnen. Oké, dat was misschien niet het allerslimste. Hij gooit gewoon zijn pijl op ons af, joh. Kijk uit. Ik heb nog 2 kogels. Die was mis. Die was raak. Maar nu moet ik wel op hem af. Nu moet ik wel op hem af. Dat is het enige wat ik kan doen. Want we hebben geen kogels meer. Ik wil hier zo snel mogelijk uit. Dat is wat ik wel weet. De uitgang was hier. En ze hebben hem op slot gedaan. Dit meen je niet serieus, hè? Hoe gaan we nu naar buiten kunnen komen? Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Why, yo. Gotta go. Talk later. Ze zijn me te veel. Let myself out. Inderdaad, ik wou het net zeggen. Spring het raam maar uit. Tegen 3 gasten gaan we niet heel veel kunnen doen met alleen maar een mesje. Maar er is iets niet in orde met ze. Wij weten nu wel wat ons doel is. Want ons doel is dus om een meisje te redden. En we weten nu dat ze ergens in een stadje bij het meer moet zijn. Want er stond namelijk een kruis op de map. Dus dat is ook de reden waarom we hier zijn. Nu is het fijn dat we de barrels kapot kunnen slaan en kapot kunnen schieten. Want daardoor kunnen we namelijk weer nieuwe kogels vinden. Dus we moeten goed op de omgeving blijven letten of er ook ergens spulletjes liggen. Want dat bedoel ik. Dit is gunpowder. Daar kunnen we uiteindelijk nieuwe kogels van maken. Maar ik hoor er nog meer. Ik hoor ze praten. Er staan ook overal beervallen. Dus wij moeten ook opletten dat we daar niet in lopen. Want dan komen we vast te zitten en dan hebben we een probleem. Hier nog meer kogels. Dankjewel. En daar loopt hij, zag je hem? De enige kant die wij op kunnen is achter hem aan. Hij gooit gewoon de charge attack onze kant op, jullie gek. Ren op hem af, ren op hem af. Want op die manier ligt hij op de grond. En zijn buddy staat... Oh, aan de andere kant. Goed let op je kogels. Eigenlijk wil je zo min mogelijk kogels schieten. Maar je moet er wel voor zorgen dat je ze helemaal uitschakelt. Als je dat niet doet... dan kom je later in de problemen. Dus ik weet nu automatisch dat als we twee kogels schieten, dat we ze daarna neer kunnen steken. En oh nee, dat was zo'n beerval! Ik zag hem niet liggen, ik zei het nog! Damn it. We moeten echt goed opletten. Hij is neer. Red herb, dat is een plantje. Ik verwacht dat we daar medicijnen mee kunnen maken. Een flash grenade. Dat is een flash grenade. Hier liggen nog wat extra kogels. En wij kunnen ook ons wapen veranderen. Dat is dus om te wisselen naar de flesjes of naar de granaten. Of naar misschien een shotgun als we die kunnen vinden in de toekomst. En voor elke situatie kan je iets anders gebruiken. Gadverdamme, er valt een hoofd naar beneden. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. En ze... Ze verbranden onze escort! Wij kunnen hem niet meer redden. Maar we moeten wel zelf kijken hoe we hier door het dorp komen. Want ik wil eigenlijk niet gespot worden. En daar kan ik niet naar boven, want dat is te hoog. Dus ik probeer er zo rustig mogelijk doorheen te lopen. Maar we hebben een green herb gevonden. Alleen als wij gezien worden... dan hebben we een groot probleem. Dit zijn munten. Hier nog meer munten. En ik zou ook de gebouwtjes in kunnen gaan. Alleen het probleem is, ik weet natuurlijk niet... of er ook mensen in de gebouwtjes zitten. Dus ik kan wel door een raam heen springen. Maar als daar 3 man sterk... een drankje zitten doen. Dan gaan we dat niet overleven. Maar ik ga het toch wel proberen. Oké, hier zit niemand binnen. Dat is goed. Het zijn nog meer munten. Ik hoor er een heel dichtbij. Wacht even. Dit is wel een probleem. We zijn nu dus gespot. We kunnen er niks aan veranderen. Maar ze komen dus nu wel allemaal achter ons aan. Oh, ik trap ze gewoon allemaal neer, hoor. Even een stuk naar achter. Oh! Ze zijn echt gek hier geworden. Kijk uit voor die vrouw. Die ligt ook op de grond, dat is goed. Oké, dat zijn er heel veel uitgeschakeld. Maar ik ga nu wel dat gebouw in die ik hier zag. We gaan even door het raam springen. Want ik moet op zoek naar meer kogels. Wow, yo! Gaan we dat even niet doen? Hij ligt neer, maar ze komen nu ook naar binnen via de deur. Ik moet weer naar buiten. Ik weet dat daar nog spullen liggen, maar ik kan ze nu niet meenemen. Dit is gekke werk. Het zit hier helemaal... maar dan ook echt helemaal vol. Doe de deur dicht. Doe de deur dicht, Leon. Dit ga je niet menen. Ze komen via de trap naar boven, dus we moeten naar boven toe. We moeten ze tegenhouden voordat ze naar boven klimmen. En dan raakt hij de shotgun. Dank u wel! Oh, nice. Maar trap die op ver. Komt hij naar boven? Ja, hij komt naar boven. Niet doen! Wacht. Weg ermee. Ik maak heel snel de kast open in de hoop. Ja hoor, dat er nog loot in ligt, want er ligt een granaat in, maar ik moet. Ze zijn binnen. Ze zijn binnen. Ik pak heel snel mijn granaat erbij. Oh, dat is niet de bedoeling! Maar ik heb hem wel geraakt! Auw! Snel naar beneden. Ze gooien ook bijlen. Ze gooien alles op ons wat ze kunnen, hè? Maar pak de shotgun er maar even bij. Ik kan denk ik het beste de shotgun bewaren voor de persoon. Ik heb hem ontweken met de chainsaw. En de rest moet ik gewoon één voor één door een kopje heen schieten. Dat is namelijk de enige manier mogelijk, maar ik moet ook tegelijkertijd op mijn kogels letten. Trap hem, trap hem. Ja, maar dat trappen ze allemaal. Nice. Dit is goed, alle loot mee. Ze staan weer op, ze staan weer op! Wow, yo! Hoeveel mensen zijn er wel hier in dit dorpje? Ik weet niet waar de meneer met zijn kettingzaag is. Auw. We zijn bijna neer. We zijn bijna neer. We moeten losbreken en dan moeten we onszelf gaan healen. Ze schakelen elkaar uit. Want we zijn namelijk bijna neer. Dat is een ei. Dat zijn nog wat munten. Maar het enige wat ik nu kan doen is mezelf healen met onze first aid spray. Daardoor komt al onze HP er weer bij terug. En dan zijn we dus ook weer klaar voor het gevecht. En de klok wordt geluid. En ze stoppen allemaal met vechten. Wat? La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Dit is goed voor ons. Ze laten hun wapens vallen. En ze gaan allemaal op het geluid van de klokkentoren af. Hij heeft hem zelfs op slot gedaan. Maar waarom zoeken ze allemaal dekking in de kerk? Wacht. Ik denk dat het gevaar nog niet voorbij is, als ik eerlijk ben. Where's everyone going? Bingo? En die leeft echt niet meer. Dat was de intro van Resident Evil 4. En het verhaal is pas net begonnen. Een klein voordeel. Wij kunnen nu alle gebouwtjes doorzoeken en alle spulletjes meenemen. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. Dankjewel voor de tip. Ik zal iets beter gaan opletten, ja, want... Anders gaan we hier niet levend uitkomen. Ik ga wel even alle spulletjes die nu in dit dorpje liggen meenemen. Maar wij hebben dus een locatie gekregen hoe we naar het meer kunnen komen. Maar hier hebben we alles mee. En nu weet ik dat er in dit gebouw ook nog spullen lagen. Want hier hadden wij de shotgun gevonden. Maar de onderverdieping hadden we helemaal niet kunnen looten. En dat bedoel ik. Er liggen zelfs resources. Dat is een beetje scrap metal. Een klein zakje. Nog een first aid spray. Nog wat handgun ammo. En, oh, kijk. Hiermee kan je zelfs de raampjes blokkeren. Dus als je in een huisje zit en er zitten heel veel mensen achter je aan, dan kan je er daarmee voor zorgen dat ze dus niet naar binnen kunnen komen. Dus dat is een goede voor in de toekomst om te onthouden. Nog een extra eitje. Dankjewel, kippetje. Dankjewel voor het eitje. Er zit hier nog een trap naar boven. Dus ik wil toch even kijken of er nog wat ligt. En wij hebben nog een green... Holy knetter! Dankjewel, kippetje, dat je me eventjes uitlacht. Dat was het niet volledig waard, dat weet ik wel. Maar toch een green herb gevonden. En wij kunnen ook, als we deze kant op lopen, onze route vervolgen. En daar staan ook nog twee gebouwtjes. Dus ik ga ze toch ook even inspecteren of daar ook nog spulletjes liggen. Want eigenlijk moeten we echt alles wat we kunnen, moeten we meenemen. Zelfs een ruby. En misschien dat die nog wel wat geld waard kan zijn. Hier nog wat handgun ammo, dankjewel. En dat was het. Dus dan kunnen we hier hopelijk ook verder. Want de poort is open, hij zit niet op slot. Maar ik hoor alweer nieuwe mensen praten. Dus die zijn niet naar de kerk toe gegaan. En daar is de molen, daar moeten we naartoe. We hebben al 4300 munten verzameld. Dat is heel veel. Oké, laten we het een klein beetje stilletjes doen. Boe. Als hij daar blijft staan, dan heeft hij niks in de gaten. Dus op die manier schakel ik hem uit. Die varkens en die koeien, die moeten wel blij met me zijn, want op deze manier blijven ze in leven. Hey joh, kutkip! Ik weet niet meer uit mijn hoofd waar die andere persoon liep. Maar ik hoor hem aan mijn linkerzijde praten, dus... Niet mijn kant op kijken. Blijf maar gewoon de stro scheppen. Het is helemaal niet erg. Dankjewel. Want dan is deze ook uitschakeld. Ik ben bang dat als wij worden gezien, dat ze opnieuw weer allemaal achter ons aankomen. Dus dat is wat ik wil vermijden. En die zit dicht. Hij zit op slot. Ik kan misschien, als we hier naar binnen gaan, kan ik misschien wel boven komen. Shotgun shells, dankjewel. Daar hadden we er niet zoveel van. En deze is open. Dat is goed. Oh. Gewoon eronder doorlopen. En ik heb hem ook even gedisarmd. Een yellow herb. En dat zeg ik, we moeten echt goed blijven kijken. Want alle spulletjes die we zien, die moeten we ook echt meenemen. Maar hiervoor missen wij een tandwiel. Dus ik kan nu wel de pook omhalen, maar dat werkt niet. Want wij moeten dus op zoek naar het missende tandwiel om hier verder te komen. Ja, ik hoor hier iemand binnen, dus vandaar dat ik het even rustig aan doe. En ik pak voor de zekerheid ook even mijn shotgun erbij, want het klinkt als een groot iemand namelijk. Dat is dus wat ik bedoel. Het klinkt als een groot iemand. En het is ook een groot iemand. Oma, je moet er niet voor gaan staan. Ik heb hem. Hij is neer. Dat kostte me 5 shotgun kogels, maar dat was het wel waard. En je ziet dat ze ook geïnfecteerd zijn, want als je ze uitschakelt, dan komen er echt ranzige dingen door hun hoofd heen. Auw! Zo! Vol in mijn buik. Je moet echt opletten dat je op de hoofdje schiet, want als je dat niet doet, dan doe je kogels bijna geen damage. En je moet er ook voor zorgen dat je ze echt helemaal uitschakelt. Want als je dat niet doet, dan komen ze gewoon weer terug tot leven. Kan ik die naar beneden schieten? Oh! Ik zag hem net al hangen, maar ik wist niet of het iets deed. Maar dat was een klein geheimpje daar. Kitchen knife. Awesome. En hier is het tandwiel. Dus deze hebben we nodig voor de poort. En ja, hier is nog een slot aan. Dan ben ik ook benieuwd of we die sloten kapot kunnen slaan of kapot kunnen schieten. Slaan werkt. Top. Dat scheelt ammo. En nu is de deur dus open. En nu kunnen we dus heel makkelijk hier doorheen. Maar dan weten we dat ook voor in de toekomst. Dus het is op die manier bij verschillende plekken kunnen komen. For the love of God. Will somebody please get rid of those blue medallions, those religious lunatics left hanging around? Dus dit is een soort van extra side-missie. Want als we alle 5 de medaillons kapot schieten, krijgen we 3 spinels als een beloning. Dus ik weet niet of ze ook alle 3 hier hangen. Want in dat geval moeten we ze eigenlijk wel even proberen om ze kapot te schieten. Want beloningen zijn altijd welkom. Maar eerst zet ik even het tandwiel terug op de juiste plek. Op deze manier. En daardoor kunnen wij de pook omhalen. Waardoor de poort is geopend. Dus dan automatisch kunnen wij ook weer verder. Oh. Ik heb nummer 2 gespot. En tegelijkertijd staat hier ook nog een barrel. En ik heb nummer 3 gespot. Oh, nummer 4 gespot. Dus nog 1 te gaan. En hier is die. Nummer 5. Ze hingen dus allemaal in hetzelfde dorpje. En wij hebben de taak voltooid. Dus op die manier moeten we goed op de blauwe briefjes letten. Maar we kunnen nu over de loopbrug, over het ravijn. Door naar dit wel heel erg uitziende gebouwtje. Als ik heel eerlijk ben, hoop ik. Ja, dankjewel dat de deur niet open gaat. Want dan hoeven we namelijk daar niet via de voordeur naar binnen. Maar misschien kunnen wij wel deze kart wegduwen. Want dan kunnen we namelijk hier verder het bos in. Wow, yo! Dat scheelde niet veel. We zijn dus gespot. Komt er volgens mij een achter me. Of niet? Jawel, we zijn ingesloten. Ik schiet ook letterlijk alles mis. Dat was niet de bedoeling, dat kan ik je wel zeggen. We staan nog steeds bovenop de brug. Wat een gekke, joh. En ik kan ze... Ja, ik kan ze eraf schieten. Ga dan maar af, jongen. Daar heb ik geen last meer van je. Maar zit hier een extra passageway, wat inhoudt dat we langs het puin kunnen lopen. Maar we kunnen nu niet... Kijk uit. Kijk uit. We kunnen nu niet rustig het dorpje inlopen. Want we zijn gespot. Ze weten dat we eraan komen. Maar voor vleermuizen ben ik niet meer bang. Dat gaat me niet meer bang maken. Kijk uit, hij gaat de dynamietstaaf gooien of iets. En pas op, want er hangt hier ook een tripmine. Die is onschadelijk gemaakt. Ik laat de kistjes heel even liggen. Oh nee! Uh-oh. Die zag ik even niet liggen. Maar we zijn er op tijd uitgekomen. Die is neer. Die is tegelijkertijd ook neer. Maar we zijn nog niet klaar hier. Niet gooien, vriend. Dat gaan we mooi even niet doen. Wow, yo. Het voordeel is, onze training komt wel van pas hier. Oh! Hij gooit die... Zag je dat? Hij gooit zo'n beltje van hem. Op zijn eigen vriend. Was dit het? Ik hoor er nog meer, ik hoor er nog meer. Daar verderop staat er nog één. Maar ik loop heel even terug om hier de loot mee te nemen. Dan hebben we ook weer wat extra kogels. Kogels zijn echt heel belangrijk hierin. Als je geen kogels meer hebt... dan ga je het echt niet overleven. Nog één! Ik moet er echt beter voor gaan kijken. Ik moet er echt beter voor gaan kijken. Sorry, mevrouw. Die persoon die binnen staat, die gooit een dynamietstaaf op zichzelf. Maar daar sta je dan, jongen. Helemaal alleen. En ik hoor ergens een tripmine liggen, dus let op. Wacht, er staat... Er zit er nog een met... Kijk uit, zo gekkies! Ik weet niet waar ze het vandaan gooit. Oh, daar staat ze! Die dynamiet gaat ontploffen. Ik kom eraan, hoor! Daar staan er nog meer. Ik moet zo meteen teruglopen, maar ik moet eerst eventjes... de mevrouw hierboven uitschakelen. Wat een gekkie. Wow, yo. Dat ga ik niet nog een keer doen. Dat ga ik zeker weten niet nog een keer doen. Laat me heel even snel mezelf healen. First aid spray. Activeren, dan hebben we onze HP er weer bij terug. En ik moet ook even kijken, want je ziet dat ons koffertje vol begint te raken met alle spullen die we hebben verzameld. Maar misschien... Nou, we kunnen het niet echt beter indelen, hè? Nee. Dus we moeten goed opletten, want als ons inventory eenmaal vol zit, dan hebben we een probleem. We kunnen wel ons inventory wat leger maken door bijvoorbeeld extra shotgun shells te maken. Want daardoor gebruiken we gunpowder en kleine materialen. En dan als je dus terug gaat naar het koffertje, zie je dat er alweer wat meer plek vrij is. Dan kunnen we de kruidens met elkaar combineren. Dus als we twee groene kruidens combineren, healen we 2 keer zoveel. Als wij een groene en een roze kruiden combineren, healen we 3 keer zoveel. En op die manier komt er dus nog meer plaats vrij in ons inventory. Dus we moeten alles goed in de gaten blijven houden. We hebben nu 10 kogels in het magazijn zitten en 48 kogels om te reloaden. Dus dat is een mooi aantal. En ik weet nu dat ik moet oppassen dat die dynamiet niet... Oh, kijk uit, hij gaat veranderen. Niet bij ons ontploft. Oké, dat loopt dood. Daar moeten we niet naartoe. Dit loopt ook dood, want ik ga niet langs het randje lopen. En dit is de plek. En hiervoor hebben we een sleutel nodig. Dus de enige manier om deze ladekast open te krijgen is met een sleutel. Deze kunnen we gelukkig gewoon zelf openmaken. En jullie horen het piepje, hè? Ja, dat bedoel ik dus. Dank u wel. Maar zit hij zichzelf met zijn hoofd tegen de muur aan te rammen of zit hij iemand in elkaar te rammen? Het is één van de twee. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar hij was boos op de vloer. Oh nee, er zit hier een luik, joh. Oké, we kunnen dus naar beneden. Daar was hij mee bezig. Is dit de persoon waar we naar zochten of niet? Hij is nog in leven, maar dit is niet dat meisje. That hurts, you know. Seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Uh-oh. Uh-oh, achter je, achter je. Who are you? Just stop right there. Hij gaat ons verdoven. Je moet opstaan nu. Of die andere persoon moet ons helpen. Is dat het virus waar de andere mensen mee besmet zijn of niet? Want je zag soms echt allemaal slierten uit hun hoofd komen terwijl ze al dood waren. Waardoor ze dus ook weer terug tot leven kwamen. Maar er is hier heel veel aan de hand. Maar dit was wel hoofdstuk 1 van Resident Evil 4. Dus we gaan morgen meteen weer door met hoofdstuk 2. Dus mochten jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk kaart op, blijkt, zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.